ik denk dat het een stuk moet worden waarbij je eigenlijk je eigen ensemble inspeelt. Dus je speelt letterlijk tegen jezelf. Dus naast de band? Ja. Jij maakt dus van de samples een band en ik moet ook nog basklarinetten inspelen. Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen het is een stuk voor een ensemble wat je zelf hebt ingespeeld. Een solo, die speel je live. Ja. En een elektronisch gedeelte. Ik zou het ontzettend leuk vinden als ik het bijvoorbeeld tijdens een concert in Barcelona zou kunnen spelen. Ja, hoe? Nee, dat maakt niet uit. Nou, ik vind het altijd prettig om een deadline te hebben. Oh, jij wil een deadline? Ja. Volgende week vrijdag? nee, dat is een beetje vroeg. Nee, ik heb wel een paar maandjes nodig. This is better. This is better. Okay? Just absolutely great, but I think it's not also great because he's a good musician or is of course a good bass clarinetist. I think it's amazing to do lessons with him because he's also a part of the history of the 20th century and the 21st century. No, it's very good. It's very good. It's very good. It's really very good. And don't worry about the overblowing. Sometimes you are overblowing because you are playing so loud, but it has to be. So when you don't take the risk, it's duff, it's stupid. You have to take the risk. And the story we are telling is always the most important. Yeah. And sometimes we miss a note. But it is the same when you read a book. You can change sometimes some words, but the story is the same. Yeah. That does not mean that I tell you now you can play any note you want. No. Vraag ook vaak aan componisten, God, kun je een stuk schrijven voor basklarinet en tape? Ik vind het leuk om met tape of met, of het nou in de stijl van Roderik is of in de stijl van Silva, quasi improvisatorisch. Ik vind het leuk om met tape te spelen. En ook niet, ook verschillend van dynamiek, hè? Dus niet alles met zo'n soorten. Gewoon, alles, kleppengeluid, wat je maar gedachten komt. Thank you.
Mooi, dankjewel. Wat ik zo leuk vind van deze werkwijze, vooral een basklarinet, is ontzettend rijk aan klank. Dat hoor je ook. Er zit veel ruis bij, maar er zitten ook veel klanken bij die een hele stevige attack hebben. En wat je dus door middel van die elektronica doet, is als het ware die klanken allemaal onder een microscoop leggen. En je kunt ze omdraaien, hele zachte klanken kun je juist heel agressief maken. En dat is ontzettend leuk om mee te spelen. Door die stukken met tape zijn er altijd momenten, een maatpauze, twee maten pauze, even. Het is dubbel. Ik vind het muzikaal leuk om te doen, maar het is ook noodzakelijk. Bijvoorbeeld het programma van gisteren met 7 echt solostukken, dat zou niet kunnen. Dan ben ik kapot, dan kan ik niet meer. Mijn spieren doen het niet meer. Nou ja, waar het eigenlijk mee begint, zijn alleen maar wat kleine, losse, snelle notities van muzikaal idee. Daar begint het stuk eigenlijk mee. Nou heb ik behoorlijk wat voor Harry geschreven en het is vrijwel nog nooit voorgekomen dat er iets was wat hij uiteindelijk toch niet voor elkaar kreeg, ook al was het soms nog zo lastig. En hij is een ideale muzikant voor een componist, want hij vat bijna alles op als een uitdaging die overwonnen kan worden. Dit is het moeilijkste stuk wat hij ooit geschreven heeft voor mij. Ja, echt waar. Want het gaat in een bepaalde ligging. Oei. Al in de eerste bladzijde. Kijk, soms heb je een ontwikkeling in een stuk en dan heb je aan het einde iets dat je zegt, oei. Nee, in de eerste bladzijde. Er zijn in een bepaalde ligging verbindingen die zijn zo ontzettend moeilijk. Maar het probleem in het stuk is dat het is zo spannend en voor mij dus muzikaal zo interessant. Ja, dan wil ik die drempel wel proberen te nemen. Harry met zijn zuster. En dan hebben we hier Harry. Nou, dat was jong. En hier allemaal concerten, jongen. Alles. Wachtzaal. En dan hebben we daar nog een halen. Ja, hier heb ik er nog een paar. Hij was 9 of 10, kreeg hij accordeon. En toen was hij 12. Toen zat Robino hier, een muziekwinkel. En daar zag hij een saxofoon staan. En toen kwam hij thuis en toen zei hij tegen papa, papa, ik heb een saxofoon gezien, daar kan ik op blazen. Toen zegt pa tegen hem, jij denkt toch niet als je kan trekken dat je ook kan blazen. Ja, oh, pap, ik kan blazen. Ik zei, ach, koop dat ding voor die jongen, doe maar lol. Nou, hij heeft die saxofoon gekocht, jongens. Wij zijn weggegaan. We hadden een zakelijke bespreking. En we kwamen terug om 4 uur. Ik hoop dat je me gelooft. Hij speelde een liedje op zijn saxofoon. Ik wilde eigenlijk jazzmuzikant worden. En het liefst een tenorsaxofoon. En toen zei ik dat ik in de muziek wilde. En mijn vader was ik heb een fantastische jeugd gehad. Maar mijn vader was wel zakenman, maar open. En die zei van, ja, moet je goed luisteren, als je de muziek in wil, moet je studeren. Want hij zei woordelijk, minkukkels zijn er genoeg. Dus als je iets doet, doe je het goed of je doet het niet. Dus je gaat naar het conservatorium. Ik zei, dat kun je die jongen niet vragen. Die jongen die speelt jazz, die gaat toch niet klassiek spelen? Afijn, Harry komt thuis. En ik zeg, vraag je vader maar van muziek. Ja, zei pa, ik heb het gehoord van mama.
Maar één ding. Wel of niet, 4 jaar conservatorium. Nou, er zat een commissie. En eigenlijk wilde iedereen me afwijzen. Want dat jongetje, ik speelde een stukje. Ik geloof, ik speelde van Thelonious Monk, Well You Needn't. En het is, pardon, dat is een teepap, een teepap. Dat is een teepap, dat is een. En ze dachten, oh, wat komt die jongen hier doen? Maar de clarinetleraar, die zat ook in de commissie. En die zag wel iets in me. En die zei van, ik wil dat jochie wel hebben. Ik wil dat jochie wel hebben. Maar je moet wel clarinet gaan spelen. Dus er werd tegen mij gezegd, ja, je kunt wel komen. Maar je moet clarinet spelen. Dat geluid van die tenorsaxofoon miste ik ontzettend in de clarinet. En opeens, bijna aan het eind van mijn studie, komt mijn leraar binnen met een koffer. Hij zei, nou, dat is een basklarinet. En zei, god, maar alle leerlingen, mogen we even op spelen? En de ene deed krak, piep, en de ander deed knars, knars. En je kunt hem nu nog vragen, want mijn leraar leeft nog. En ik heb 3 noten gespeeld. Ik zei, maar ik wil dit instrument spelen. Want daar zat ook dat donkere geluid van die tenorsax in. Dat... Ja, ik wil dit instrument spelen. What kind of reeds are you playing? 2.5, 3? No, 3.5. 3.5. Really? Yeah. No, okay. And so, okay, okay. We try. No, no, no. Believe me, believe. You have to get used also to play a little bit more with a little bit a softer reed. Okay. Because with this mouthpiece, believe me, 3 is really enough. A beautiful tone you don't make by doing this. No, a beautiful tone. When you sing, mm-hmm. You make a beautiful tone. Don't listen to my tone, but you are making a beautiful tone by more open and not by, oh, no. Okay. And with the 3.5, you have to have more pressure because the reed is so strong. Van contact ook en lesgeven. Ik vind het ontzettend leuk om. Ik ben ook nooit jaloers. Ik heb nog nooit gehad dat als een leerling opeens iets weer speelt. Oh, en dan zeg ik: potverdorie, het is wel mijn leerling. En die speelt even dit. Dus ik vind het erg leuk. Ik vind het erg leuk. Het is wel heel intensief, moet ik zeggen. Want ik ben, als ik dus lesgeef, eigenlijk net zo druk als ik normaal ben. Dus als ik een dag heb lesgegeven en ik heb goede leerlingen, niet als ik middelmatige leerlingen heb, maar goede leerlingen, ja, dan ben ik kapot na zo'n hele dag. Maar ik sta dan ook naast ze en het liefste wil ik ook meteen met ze meespelen. Dus nee, ik vind het, ik vind het belangrijk. Ik vind het belangrijk. You are overblown. Yeah. Ah. Kijk, wat een poepie zei. Ai, ai, ai. Thank you.
de, bijvoorbeeld dit doen. Ik maak dat crescendo. Well up. Ja. En dan meteen aansluiten met... Ah, oké. Okay. Dus ik doe op die A. Ik dacht dat ik ja. Als we samen wij spelen met de duo, ja, hij is de leraar. Altijd. Hij is de baas, moet ik zeggen. Nou, maar hij is zijn karakter. Hè? Ja, en ik vind het hartstikke goed, want ik blijf nog leren van hem. Hij weet zoveel. Hij heeft zoveel ervaring. Dus, maar wij werken samen. En natuurlijk als ik kan met de componisten bij. Ik ben natuurlijk meer gespecialiseerd in eigentijdse muziek. Zij is pas begonnen met eigentijdse muziek door mij. En door de combinatie natuurlijk, want oude muziek bestaat er niet voor basklarinet en orgel. Dus ik weet er iets meer van. Maar dus zodra je speelt, zijn er twee muzikanten. En zij is een specialist op de orgel, ik niet. De combinatie is, zoals ze hier in Spanje zeggen, espectaculair. Het is een oef. Zo'n orgel heeft mogelijkheden, jongen. En een basklarinet is ook een blaasinstrument. Dus er zijn twee, vandaar onze duo-naam, duo, le vent. De wind, maar dan aan één woord geschreven. En re aquí, hier, ici, en re ici, y en re ici, son tres. Ja, nou, wat moet ik nou doen? Ze helpt me nou eens, jongens, help me eens even. Horen jullie verschil leken? Het blaast allemaal goddelijk heerlijk. Als ik nou maar iets tegenkom... Dat je zegt van, nou, nee, dit is toch duidelijk minder. Als ik mijn eerste basklarinet bedenk nog, ik voel nog als ik eraan denk. Hoe stug dat was. Ik moest echt zwoegen om te... En toen al mijn tweede was al... Oh, wat fantastisch. En nu is er zo eentje dat ik denk van... Hé, dat aanzetten, dat kost helemaal geen moeite. Ja, ik denk dat dit wat mij betreft de lekkerste is. Hier is de E-flat, hier. Yes. Is it not possible you make a line here and a connection here? Yeah. Or something else, I don't know. I'm working on that. Yeah. Oh, I know Harry for a long time ago because I'm working for Buffet since now 18 years. And I remember of Harry because he was a teacher at the Academy of Buffet Crampon in the summer, and I met him at this moment. Maybe it was in maybe there's 15 years. Yes.
how we use all the keys on the bass clarinet, because sometimes bass clarinet don't use so much the keys on the right hand to the low notes because they don't need in the orchestra, but Harry with the contemporary music use a lot, and he helped me a lot to decide it about which is the best position for this right hand, and that is very, very important for me. Is dat het uitgangspunt geweest en dit is dan het eindresultaat en dit is maar een heel klein onderdeel van het geheel, want daar zitten ook nog basklarinetten die opgenomen moeten worden in de studio tegenaan en ook nog een solopartij en dit kleine fragmentje zou dan zo gaan klinken. Oké, was geheel niet slecht. Ik moet even kijken of we een tweede take nodig hebben. Momentje. Voor de logistiek is het misschien handig dat ik deze wis en mm-hmm. dat we het gewoon opnieuw doen. Mm-hmm. En die bewaren we wel ergens op de harddisk. Maar dan kan je later kiezen welke je eronder wil zetten. Anders wordt het zo'n gecompliceerd gedoe met al die blokjes. Nee, is goed. Oké, we beginnen op de allereerste klik van 80. Ja. Twee leerlingen van mij, Marijn van Gorkum en Aino Miranda. En we hebben dus ingedubt. Met click-track. En daar speel ik nu ook mee. En dat maakt het ook weer moeilijker. Want als je dat live doet met muzikanten die je ziet, is makkelijker. Het stuk wordt niet makkelijker, maar dat moment is makkelijker. Want je ziet elkaar. Je hoort de ademhaling. En nu opeens zie je niemand. Die zitten op de band. De combinatie van een slapstang en een... Dat ben jij ook. Hoor je die slaps? Ja. De oorspronkelijke titel van het stuk was Spiegelgevecht, maar... Ik vind daar een element in zitten wat me niet bevalt, want het is geen gevecht, het is veel meer een spel. Vandaar dat de titel wat neutraler is geworden, juxtapositiones, het naast elkaar plaatsen. Maar wat ik er eigenlijk mee bedoel is dat ik Harry voor een soort spiegel zet. Maar niet een gewone spiegel, een spiegel waarin hij zich op alle mogelijke andere manieren weerspiegeld ziet. Dus hij moet niet alleen maar één solopartij spelen, maar hij moet van tevoren al heel veel werk verrichten om dat ensemble goed op de band te krijgen samen met de elektronica. En het is dus, je zou kunnen zeggen, Harry in meerdere dimensies. Thank you.
als ik dus invloed heb, is het omdat ik dan zeg van nou, als je dus dit en dit doet, moet je kijken, dan is dat, of die multifonic, dat werkt niet. Dus die invloed, ja, die heb ik wel. Maar ik probeer zo weinig mogelijk, ik zeg ook altijd tegen een componist, altijd zeg, wat voor zo'n stuk wil je? Nee, jij schrijft een stuk. Want ik ga niet zeggen van, ik wil het liefst een stuk hebben van 16 minuten, punt 42 seconden. En nee, jij moet een stuk schrijven. En als er dan grote problemen zijn, dan trek ik aan de bel. Nou, dat is, soms is het zo dat ik zeg van, joh, dat kan echt niet. De componist die heeft een fout gemaakt. Gewoon even niet, even. Dat kan toch, dan denk ik, zijn ze aan het schrijven en opeens in de register. Wat ik doe, is iets wat ik altijd graag heb willen doen. En als ik dus bijvoorbeeld studeer, zijn er wel eens mensen die zeggen, ja, maar dan ben je zo lang bezig met dat stuk, maar niemand hoort het wat je speelt. En dan zeg ik maar één ding, en dat meen ik uit de grond van, maar ja, maar ik wel. Ik hoor wel wat ik speel. En ik heb verdomd de pest in als ik na een concert en iedereen zegt, bravo, bravo, u bent de meester, de maestro. En ik ga in een bar zitten en ik ga een biertje drinken. Want ik heb wel gehoord wat ik heb gespeeld. Daar gaat het dus om. Voor mij gaat het daarom. Is mijn oude gebouw, hier heb ik gestudeerd. Ik heb daarboven gezeten. En het was zo dat als er een trompetleraar naast ons zat, dan konden we niet doorgaan met de les. Want het was helemaal niet geïsoleerd. Nou, ik heb Harry ook als dirigent vaak aan het werk gezien. En dat doet hij heel goed. Heel inspirerend. Harry is snel van nature, maar hij kan dan toch veel geduld opbrengen. En ja, het valt me altijd weer op dat hij heel snel in de gaten heeft hoe een stuk in elkaar zit en waar het om gaat in dat stuk. Als hij dan met conservatoriumstudenten werkt die helemaal niet zo'n grote ervaring hebben met die toch wel vaak erg complexe hedendaagse partituren, vooral ritmisch is dat erg lastig, dan begint hij niet met echt te zeuren over één maat, maar dan legt hij het ze uit in grote lijnen. Dan zegt hij, die details die komen wel, maar eerst moet het stuk staan. Deel 5. Waar ik dus eigenlijk het meest blij om ben, dat er dus nu deze leerlingen zeggen, een paar hebben al gezegd, maar waarom doen we niet meer moderne muziek? Ik heb weer zieltjes gewonnen, jongen. Dan moet ik alleen nog in Catalonië het zien te doen. Kijk, toen ik begon, waren er een hele hoop mensen die zeiden van, dat moet je dus niet doen. Ik heb het wel gedaan. En als ik dan nu heel eerlijk zeg en kijk, ik kijk om me heen zo. En dan kijk ik zo naar mijn zwembadje, mijn huis en naar waar ik nu woon. Dan denk ik, nou ja, met die toch rare muziek voor de meeste mensen. Of je kunt eigenlijk zeggen, gewoon gekke muziek voor de meeste mensen. En een vreemd instrument is het toch behoorlijk gelukt. Dus ik ben wel tevreden.